Wij gaan vandaag de hele dag ja zeggen tegen jou. Ja! Als het te gek wordt, is er een kans dat we ook nee zeggen. Vind je niet als je alsjeblieft een scooter halen? Oké, okay, Mias, voordat we gaan, laat ons even één goede drift zien. Twee. Oh, pas op. Oké, okay, Debbie. Ja. Ik challenge jou. Als jij deze bal in één keer de baas krijgt, dan moet je op je hoofd blijven. Dan hebben papa en mama wat superleuks voor jou. Oké, daar gaat hij. Gaat hij erin krijgen of niet? En ja! Hij zit erin! Oké, Debbie, omdat het jou gelukt is, ja, hebben mama en ik een hele leuke prijs voor jou. Okay. Wij gaan vandaag de hele dag ja zeggen tegen jou. Yes! Maar, zo gek mogelijk maken, maar als het te gek wordt, is er een kans dat we ook nee zeggen. En dan stopt de challenge. Maar goed, Danny, mama en ik hebben heel erg zin in. Waarschijnlijk jij ook. Ja. Maak zo gek als je wil, alleen let op, er zijn grenzen. Dus zeg maar. Maar zijn jullie dus echt zo gek? Dus ik wil naar Mackie. Naar McDonald's. Oké, okay, daar is onze antwoord wel. Zeggen jullie ja of nee? Ja. Ja. Oké, doe even één keer een mooie spurrotty. Spin. Harder. Oh, daar komt hij hoor. Daar gaat hij klaar voor zijn eet. Oh, ik dacht je gaat heel hard. Nee? Oké, ook mooi. Heel leuk. Hey, we zijn aangekomen bij de Mac. Ik heb hier zo zin in. Ja, dat geloof ik best. Wat vond jij, Hilary? Eén ijsje met die bakjes. Oh ja, McFlurry. Jij, Mias? Ik wil die bakjes. Oké. Mag ik 2 McFlurry M&M? En dat wordt voor saus, wat ik wil? Geen saus. Zonder saus. Allebei zonder saus? Ja. En 1 softijs. Oh, de bestelling is binnen. Kijk dit. Oh, het ijsje. Waar gaat hij heen? Ik ben wel blij met jullie. Hoppa. Oh nee. Hij is weg. Oké, okay, geef die man zijn ijs. En dan ik mag het kiezen Eli. Welke ik wil. Oh, ja. Waarom zijn het allemaal hetzelfde? Nee, mag ik zelf kiezen? Ja, het zijn allebei 2 McFlurry M&M's. Ik stop. Ila, ik mag kiezen. Hij is natuurlijk op zoek naar waar net 1 stukje extra meer M&M Pinda in zit. Oh, dit is zo lekker. Oké, dan zeggen we op 3. 1, 2, 3. Wacht. Oh, kijk, dit is best heerlijk. Mwah. Lekker. Eet smakelijk. Ik wou zeggen, dit was niet de bedoeling, toch? Dankjewel, Davy. Ik maak gelijk misbruik van dankjewel. Dankjewel, jullie ook eet smakelijk. En terwijl we hier zo lekker zitten in de auto, geeft Debran net aan dat hij weer iets wilt gaan doen. Hij heeft weer een vraag voor ons. Vertel, Debran, wat wil je? Willen jullie alsjeblieft een scooter halen? Wat? Wil jij een scooter? Ik ben geen 16. Oh, ik wou een fiets. Oké. Want anders was de challenge heel snel afgelopen. Maar ik vraag, een fiets. We gaan even overleggen. Eén momentje. Oké, ja? Oh, oké, heel duidelijk antwoord. Oké, antwoord is... Ja. We gaan kijken voor een fiets. We zijn aangekomen bij de fietswinkel, Deron rent de winkel in. En de reden waarom we ja hebben gezegd, is omdat Deron eigenlijk ook al toe is aan een nieuwe fiets. Zijn alle fiets die is over naar Eli, omdat hij echt te klein is. Gaan jullie wel hier... Ja, je kan hier ook gewoon fietsen. Oh, je kan ook helemaal uittesten en zo. Dit ziet er trouwens wel echt grappig uit. Oh, uitkijken. Oh, daar wordt iemand ook helemaal wild. Oh, een Mias fiets. Welk fietsje mooi? Wie is die mooi? Mias, het antwoord op jouw vraag is... Nee! Waar is Debran? Nee, die is sowieso te klein. Je moet denk ik deze hebben misschien. Ga zitten. Die is maar ze is wel mooi. Ik denk dat er wel iets stoerders kunnen. Wacht. Bij een stoere fiets hoort wel een stoere helm. Ja. Nee, Eén voorwaarde. Wij gaan alleen een fiets voor jou kopen als jij deze helm er ook bij koopt. En een katje. Weet je het leuk? Oh. Hij denkt, zie iedereen hier fietsen? Ik wil ook fietsen. Kijk, dan mensen blijven hier gaan. Ga maar. Een rondje fietsen. Krijgt hij gelijk zijn verkeersexamen vandaag, dus al die fietsers. Oké. Doe je fietsexamen. Hij fietst gewoon nog op. Leuk! Oh. 2 die wel een fiets hebben, maar Debbie niet. Eli, jij hebt al een fiets. Ik ga het niet houden, ik ga alleen. Hij wil lekker fietsen. Oh, groot gelijk. Ja, zo echt. Nou, ga maar lekker fietsen in de winkel, hier mag het tenminste. Wat we wel vinden in zijn maat. En model nog niet echt iets gevonden, hè? Nee. Dus, ik ga ook even de fiets bij pakken. Ja! Jij bent echt zo'n wielrenster, jij. Welke? Zo, nee. Ik heb echt...
Ik heb, oké, voor die wist, ik heb 6 jaar lang een fietswinkel gehad. En het enige wat ik nooit zou doen is op een... Jawel, dat ga je wel doen. Dat ga je nu vandaag doen. Dat doen hoor. Hij heeft er van een mooie bij uitgekozen. Ik ben wel oprecht benieuwd hoe dit jou staat. Oké, okay. Ja? Gaat weg. Daar fietst hij hoor. Mias, zo. Mias, zachtjes. Mias kan het niet remmen. Stop. Zeg dan. Stop. Hij kan nog niet remmen, stop! In de grote testen gaan we een wedstrijdje doen en ik ga even kijken hoe goed Mias gaat remmen als ik ga oversteken via het oversteekplaats. Ja, hij dus niet. Ik heb voorrang! Ik heb voorrang, stop! 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 Nee. Jullie zijn allemaal gezakt. Oké, Mias gaat nog steeds als een gek door deze winkel, maar let op wat hij doet, hè. Zijn stuur zit verkeerd om ook. Hij is aan het driften. Dus dit kind is helemaal gek in zijn hoofd. Maar goed, ja, dit zijn eigenlijk een beetje alle kinderfietsen die ze hier hebben. En Def gaat er eens even op zitten. Ze zijn allemaal veel te klein. Ze zijn echt veel en veel te klein. Dus dat betekent, hoe graag we het ook zouden winnen, Debbie. Helaas geen fiets vandaag. Mias, kijk alsjeblieft voor je en stop eventjes. Misschien een hele handige kleine tip aan je stuur. Nee, andere kant. Even. Ja. Andere kant. Zo. Dat lijkt me wel iets veiliger. Ja, oké, top. Opnieuw doen. Oké, Mias, voordat we gaan, laat ons even een goede drift zien. Kom, 1, 2, echt waar. Hij vindt ook gewoon leuk ook, hè? En hij gaat gewoon door, hè? Kijk hier. En dan gaat hij weer. Oké, we zijn de winkel uit. Jammer genoeg niet geslagen, maar komt goed. We gaan goed zoeken naar een fiets voor jou. Die krijg je sowieso. Maar wat gaan we nu doen? En die ging nog heel lang door. Heel lang. Totdat. Hij met het idee kwam de vraag of wij naar zijn kamer wouden komen als we thuis zijn. Nee. We zijn nu thuis. We gaan naar zijn kamer. We hebben ja gezegd. Dus ja. Ik ben heel erg benieuwd. Ga je ook mee, Mias? Ja. Oké, we hebben ons allemaal verzameld. Even aankloppen. Zo. Hoi. Hoi. Nou, we zijn allemaal aangekomen in jouw kamer. Wat gaan we hier nu doen? Ik had bedacht in de auto dat ik deze pittige chips met jullie wil eten. Wat is jullie antwoord daarop? Ja, die gaan we wel doen. Okay. Wacht even. Ga jij ook mee doen? Oké, okay, wie doet er allemaal mee? Oké, pittige chips. 4, 3, 2, 1. Yeah! Ik ben hot, dit schijnt extreem pittig te zijn. Ja, dat is zeker. Nee. Oké. Zullen we allemaal tegelijk pakken? Ja, we gaan allemaal tegelijk. Ja. We gaan afvallen. Zijn we er klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Hey, mooi mond. Ik heb al gegeten. Hij heeft een mini hapje. Mias gaat ook stip lopen. Jij ook niet. Hij heeft ook wat op. Hier. Doe je mond. Wil je nog meer chippies? Nog meer. Ja. Hoe gaat het met jou? Lekker. Het gaat niet zo goed met Mias, jongens. Dat heb ik wel ook niet. Je moet ook geen zuivel drinken. Wat is er? Mias gaat stip. Gaat het? Mias, zo pittig. Oh. Wil je nog een pittig chipje? Nee, nu de andere. Oh, goed spoelen. Ja, is het over? Ja. Oké, goed zo. Oké, ze zijn er weer. Ze willen hier nog meer gaan eten. Weet je zeker? Deze is ook pittig. Ja, ik moet wel zeggen, wel iets minder heftig. Durf jullie het aan, jongens? Ja. Ik ben helemaal stuk. Zijn je er klaar voor? 3, 2, 1. Lekker. Oh, echt? Ja. Kijk. Oké, rustig. Ja. Dus blijven ademen, Lekker! Oké, Debbie, wat wil je vragen? Ik wil meer snoep hebben, dus mag ik snoep gaan shoppen? Waar snoep shoppen?
Oké. Oké, we zijn aangekomen bij een grote handel. De perfecte plek om snoep in te kopen. Ik zou zeggen, loop maar alvast. En dan ga ik even snel zeggen dat het wel heel erg gevaarlijk kan worden voor Debran. Want ik denk dat we bij Mia zijn winkel ingingen en hij kan kopen wat hij wil. Maar we uiteindelijk gestopt. Dus ik ben heel benieuwd hoe ver die gaat met spullen kopen. Gaan we ver laten gaan of niet? Nee, ik ga sowieso ingrijpen. Okay. Toch, Mias? Oké, hij heeft de jackpot gevonden. En dan doen wij even de vreugderandje. Oké. Pittige chips. Deze is prettig. Maar ik denk dat jij echt dat Amerikaanse pittig bedoelt, toch? Ja. Die gaan we hier denk ik alleen niet vinden. Amerikaanse snoepjes. Ja, volgens mij hebben ze hier niet Amerikaanse snoepjes. Maar wel echt leuke snoepjes volgens mij van je snoepwinkel. Bijvoorbeeld hier kan je allemaal van die kauwgombalmachines inkopen. Wat heb je hier? Soup, gum, roll-ups. En dan gaan we van het snoepgoed over naar de chocolaatjes. Ook erg lekker. Lekkerst, hè? Ja, die is wel lekker met de nootjes. Hoeveel zakjes zitten hier eigenlijk in? 24 M&M's zakjes. Hoe lang denk je dat je met de snoepwinkel kan gaan doen? Ik denk heel eerlijk, met mij als klant in de buurt met deze gaat je snoepwinkel snel leeg zijn. Eerlijk. Die ook? Ja. Pak maar op. Lekker. Gaan we even. Laten we nog even. Ja, oké. Oké. Ilai, jij mag er ook even eentje. Want die is ook eigenlijk wel heel erg lekker. Dan hebben wij ook. Dit is een beetje een eigen belang. Dit vind ik niet zo erg. Ja. Kijk, speelgoed stop. Ja. Snoepjes, chocola, zeg ik geen ding tegen. Welke jij lekker vindt? Deze. En deze. Lekkerste. En deze. Laat weer ook weer ergens, hè. Nog een doos? Ik ga daar staan. Als je hem vangt, dan krijg je hem. Oké, als je hem vangt. Ook als je vangt. 2, 1. Oh, die is te hoog. Nee, die telt niet. Opnieuw. Oké. Als je vangt, mag je hem hebben. Oké. 3, 2, 1. Goed zo. Dit is allemaal gepakt. Alleen heb ik een vraag aan jou, want mama en ik hebben net al wel besloten. Ga jij verder of niet? Dan geven wij ons antwoord. Is dit genoeg zo? Ja. Yes! Wij dachten als je nog één ding erbij zou pakken, hadden we gezegd nee, stop. Ja, erbij, hoor. Dat is goed gedaan. Oké, we zijn thuis aangekomen. En Debra wil heel graag even een potje voetballen met Saran. En daar hebben we natuurlijk ja op gezegd. Mias gaat van de glijbaan. Liggend. Oké, 3, 2, 1. Vallen. Nee, niet vallen. Gaat het? Oké, dat gaat goed volgens mij. En Ilai staat gewoon op de hoverboard. Dat is je eerste keer toch? En hij doet het gewoon ervoor. Waar voet naartoe gaan? Dit is zo lastig. Ik heb er ook een keertje op gestaan en toen ging het wat minder goed. Ik zal je wel even laten zien hoe dat toen ging. Oh, wacht even. Oké, Esra, kom. Maar bij jou ging het toen destijds trouwens ook niet goed. Dat zal ik ook wel even laten zien. Ik zou het niet doen. En nu staat hij gewoon op dat ding alsof het niets is. Moet je eens kijken. Debra kan tegenwoordig goed keepen. Moet je opletten. Ja? Ja. Oeh. Nee. Dat gaat. Oh. Hij is keeper, schat. Dat moet je niet schieten. Rustig. Ja, niet normaal. Die jongen is zo fanatiek. Hoi. Nee. Saran, wacht even, één vraagje. Ja. Zal dat goed gaan of... Oh, hij gaat toch... Deze jongen kent echt geen grenzen. Kijk hem gaan. Dit is echt niet leuk. Oké, we zijn aangekomen bij de kamer daar om jullie thuis ook even het eindresultaat te laten zien van zijn snoepwinkel. Vertel. Hier is al het snoep. Laten we ook even kijken. Hier kun je dus gewoon letterlijk je snoepjes scheppen. Kauwgom. Nerds. Skittles. Dubbeldip. En hier de chocolaatjes. Hier allemaal verschillende soorten. En hier de speciale. Oh ja, wacht. De specials. Dus die pittige chippies. Pittige snoepjes. Ja, die had ik gisteren. Eerlijke ik ben jaloers op jouw kamer. En als ik dit vroeger had, hier ook nog wat. Ja, heel grappig. Ja, ik weet het ook niet zo goed. Dat is heel apart. Gaan we ook nog een keertje uittesten. Okay. Maar heel erg leuk. Dan lig je hier in bed, dan word je wakker. Dat is het eerste wat je ziet. Een snoep. En dan het eerste waar je aan denkt is... Ik mag niks eten. Het begint al later te worden. En eigenlijk ook bedtijd voor Debra. Je hebt lekker gedoucht, je bent klaar om naar bed te gaan. Maar toch heb jij een vraag voor ons. Ja.
Ik ben heel erg benieuwd. Bij. Mag ik een film, een film kijken met sushi? Wat zeg jij? Oké. Die vind ik oprecht echt heel erg leuk. En dan komt het dat je dus nu ook gewoon sushi lekker vindt. Ja, en niet een kleintje. Echt bizar wil ik. Dat is echt bizar. Mia's, wat zeg je? Ja of nee? Oprecht echt gelukkig mee. Ja, hij is gelukkig. Nee. Eten. Niet op de bank eten. Nee. Oh, je mag niet op de bank eten. Sushi. Ja, oké. Okay. Jij bepaalt het niet. Hij zit er trouwens ook bij, want hij heeft een dutje gedaan. Ja. Allereerste keer dat ik sushi thuis met hem ga eten. Tijd voor een filmpje. Eerst even tijd voor een dansje. Hey. Oké, we zitten er klaar voor. Oh. En ik word je oprecht zo blij. Want ik vind het echt oprecht een heel speciaal momentje. Iedereen mag er trouwens ook eventjes bij blijven. De eerste helft ongeveer van de film. Zoals jullie kunnen zien hier op de achtergrond. Avatar. Hele leuke film hebben ze dat ik vroeg ooit gezien. En nu dus met Debbie. Maar kijk, even aan de kant. En ook sushi. Oh, sushi. En ik heb lekker bootjes. Bootjes voor Eli. Garnalen voor de kids. Lekker zakje en drankje erbij. Mia, jongens. Tijd om te proosten. Op heel veel van dit soort leuke, gezellige. Nu moet je drinken. Proost, jongens, op een gezellige filmavond. Zo, het is de volgende dag. Debbie was gisteravond in slaap gevallen. Dus hij is nu met zijn broer samen de videofilm afkijken. Maar moet ik zeggen, jongens, meiden, ik vond het oprecht echt goed gaan. Hij heeft echt net geslaagd. Hij heeft gewoon geen eens een 9 gekregen. Dus Debbie, Jo, het is geslaagd. Goed zo. Hiermee ga ik ook gelijk de video afsluiten. Ik hoop dat jullie helemaal genoten hebben van de video. En dan zou ik zeggen, abonneer en tot de volgende keer. Doei doei! Thank you.